de uitlaatgassen die een stuk schoner zijn met het product. Ja, ik denk dat dat bijna wel op de eerste plaats mag komen. Wij hebben een grote bulk tank van 30.000 liter, maar voor de test hebben we dat niet gebruikt. Omdat we eerst een aantal auto's wilden testen om te kijken of het daadwerkelijk werkte. We hebben toen wat flesjes hebben we met chauffeurs meegegeven. Die moesten ze zelf toevoegen aan hun brandstof. Dus het aantal liters was een bepaalde formule voor en dan moesten ze een paar milliliter daarvan toevoegen. Ja. We hebben zo'n 9 miljoen kilometer afgelegd met de toevoeging. Ja, en dat heeft uiteindelijk een besparing opgeleverd van 10%. Nou, de kosten van een product less die zijn ja, toch wel best wel behoorlijk. Maar uiteindelijk zijn het niet de kosten, maar het is meer een investering die je doet. Omdat je daar uiteindelijk kosten mee gaat besparen. En zolang je daar meer kosten mee bespaart dan dat je uitgeeft, dan is die verhouding gewoon goed. Ik denk voor de mensen die het niet gebruiken, ja, die moeten toch eens goed bij zichzelf te raden gaan. Want het is een product wat gewoon werkt. Het product less is als eerste kostenbesparend. Dat is toch iets waar je als ondernemer toch wel naar kijkt. Dat is iets heel belangrijks voor de organisatie. Daarnaast is het het geeft een schonere uitstoot van de uitlaatgassen. Dus voor het milieu heel erg belangrijk. En daarnaast geeft het een stukje extra vermogen voor de motor.